De sfeer is leuk in school. Je kan in de pauzes chillen met je vrienden en een game samen op je telefoon spelen en dat is natuurlijk heel leuk. Dat het zeker gewoon een hele erg leuke school is, waar veel te doen is. Je kan veel verschillende kanten op. Je hebt ook hele erg leuke docenten en er wordt leuk lesgegeven. Ja, ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. Lek is een hele leuke school met ook een hele fijne sfeer. Je kan er eigenlijk helemaal jezelf zijn. Er zijn hele leuke leraren die echt heel erg aardig zijn. En de leerlingen zijn ook heel erg aardig. De lessen zijn heel erg leuk. En je krijgt ook helemaal leuke activiteiten doen. Zoals stuntweek. En je krijgt ook later proefvakken. En dat zijn vakken die je zelf kan kiezen. Zoals extra gym, programmeren of cultuur en media. Streek een superleuk school is. Het is altijd wel gezellig. De docenten zijn ook best wel vriendelijk. En er zijn lekkere broodjes. Nou, toen ik hier 5 jaar geleden begon als lesgever, toen voelde ik me vanaf dag 1 hier thuis. En dat komt omdat mensen vragen hoe het met je gaat, lukt het allemaal? Nou, dat was toen heel erg mijn eerste indruk. Als je rondloopt, dan zal het zo zijn dat je echt aan iedereen hulp kan vragen als er iets is. Niet alleen maar aan de leraren, maar zeker ook aan de mensen van de conciërges, van de administratie, van de receptie. Iedereen zal je hier komen helpen. En in het begin is het natuurlijk ontzettend spannend. Ik ben zelf mentor van de brugklas en elk jaar ontvang ik nieuwe mentorleerlingen die het ontzettend spannend vinden. En terecht, want het is ook een grote stap. Maar weet dat je hier in het begin zeker ook fouten mag maken, dat je aan alles mag wennen, dat we je alles zullen uitleggen, niet alleen ik als mentor, maar ook alle leraren waarvan je les krijgt. Op die manier ga je je hier heel snel thuis voelen. En weet je gewoon, je bent welkom op deze ontzettend leuke, warme school. Het is ten eerste een heel leuke school met een fijne sfeer en het is gewoon heel gezellig. Ik vind het ook leuk dat Streek een feestcommissie heeft. Dat heet de Onisivers op Streek en die verzinnen gewoon leuke activiteiten tussen de lessen door, zoals de stuntweek. Omdat het Streek een hele leuke school is, het is daar altijd gezellig en je hebt een leuke sfeer. En als je bijvoorbeeld een probleem hebt, kan je gewoon naar je mentor of mentor gaan. Omdat het een heel gezellige school is met hele goede docenten. En er is heel veel ruimte om je eigen talenten te ontwikkelen en ook je eigen talenten te gebruiken in de school zelf. Simpel. Jij maakt de keus. Jij moet het naar je zin hebben. Hier is iedereen welkom. We hebben een breed scala aan richtingen in opleidingen. Het is een leuke school. Het is christelijk, maar ook een open school. Iedereen mag zichzelf zijn, jij zeker. En we hopen je snel te zien. Tot ziens. Omdat Streek een hele leuke school is met allemaal aardige mensen. En omdat er hele leuke keuzevakken zijn. Ik vind hun motto heel leuk: samen leren, samen leven. Als je op die school zit, dan merk je ook wel echt dat dat hun motto is en dat ze dat ook echt doen. Ze leven samen, ze leren samen. Hartstikke gezellig is het. Ze hebben een leuke feest. Helaas kunnen die nu niet doorgaan vanwege corona natuurlijk. Maar hopelijk kan dat straks wel weer. Dus ik zou zeker voor de gezelligheid naar de Streek gaan. En natuurlijk omdat het gewoon een hartstikke leuke school is. En ze bieden heel veel leuke vakken, zoals gymnasium, technasium. Dus dat is hartstikke leuk. Ga naar de Streek, zou ik zeggen.